Het is de tijd van het jaar. Gewapend met een mandje en een mesje gaan veel mensen op het ogenblik het bos in om te zoeken naar paddenstoelen. En dat moet afgelopen zijn, zegt Staatsbosbeheer. Kijk ernaar, geniet ervan en laat het staan. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Vooral buitenlanders zijn dol op de kanterellen, gordijnzwammen of fluweelpootjes uit de Nederlandse bossen. Wat is dit? Heksenboter? Iets geels. Ja? Oh, nou gaat straks mee de vinger. Ik dacht dat het verf was op die boom. Ja, nee, dat is niet. Nee, dat is ook een schimmel. Dat is ook een paddenstoel? Ja. Natuurgebied de Mijnweg bij Vlodrop. We lopen mee met Thea van der Veen, boswachter. Tegen de Duitse grens beheert Staatsbosbeheer hier een gevarieerd natuurgebied. 1800 hectare. Een gebied waar je veel soorten paddenstoelen kunt vinden. Dit is het mycelium. Dat is eigenlijk de schimmel zelf. En de paddenstoel is het vruchtlichaam. Een paddenstoel zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat het de sporen kwijt kan. Dus eigenlijk de bloem. Dit is nog een van een particulier geweest. Dat is uiteindelijk overgenomen door Staatsbosbeheer. En dan laten wij het ook maar groeien, zijn gang, de natuur zijn gang laten gaan. En dan krijg je dus vanzelf, je ziet het zelf, heel gevarieerd aan struiken en bomen. Prachtig. En dit is nog, omdat het altijd een akker is geweest, is het wat voedselrijker. Ja. En daardoor heb je net ook weer andere soorten staan. En ook andere paddenstoelen daardoor weer. Paddenstoelen in het bos zorgen voor afbraak. Afbraak van dood materiaal. Ze zijn dus best nuttig. Maar dat werk doen ze onder de grond. Eentje plukken is niet zo erg. Nee, op zich niet. Nee, want het is het vruchtlichaam, het is de bloem. En volgend jaar komt er gewoon weer een nieuwe paddenstoel. Ja. Het is alleen, kijk, wat ik nou ook doe. Je gaat van het pad af, je trapt ze omver, je trapt andere dingen. Trap je kapot en daar balen we van. En dat vinden we ook niet goed. Ja. Het is ook gewoon verboden. Het is gewoon verboden, ja. Sowieso omdat het een natuurgebied is. Maar ook via de algemene plaatselijke verordening. Ja. Dan mag het ook niet. En het is ook niet leuk voor als je als recreant of als je als wandelaar door het bos loopt en die paddenstoelen worden meegenomen door iemand, dan kan die volgende er ook niet meer van genieten. Maar als je weet wat je ervan kunt maken, dan wordt het wel erg aantrekkelijk om ze mee te nemen naar de keuken. Bijvoorbeeld een champi-saucijsje, een mini-champi-saucijs. Nou, dat is een bladerdeeggebakje met een vulling van champignonnetjes, groenten, pijnboompitten. Een zoet gebakje voor bij de koffie, dat is een surprise. Ja. Nou, er zitten witte champignons in en die zijn gemarineerd in de sinaasappel. Bij de paddenstoelerij in Grubbevorst weten ze wel raad met een paddenstoel. Alle culinaire hoogstandjes worden hier bereikt met gekweekte exemplaren. Wij telen ze echt. Wat je vindt in het bos, ik zou er me niet aan wagen. Waarom niet? Nou, je weet niet of het echt allemaal eetbaar is. Want heel veel champignons of paddenstoelen in het bos, die zijn niet eetbaar. Ja, je mag ze ook niet plukken in het bos, hè? Toch kun je er ook een biertje van maken. Dit is een portobello bier. Nou, ja. Portobello is eigenlijk niks anders dan een grote kastanjechampignon. Dat extract, dus eigenlijk het sap, wordt gebruikt voor het brouwen van een biertje. Voor het bier. Nou, is een paddenstoel een schimmel? Ja. Dus is het eigenlijk schimmelbier? Het is een schimmel, maar op den duur, er komt hop bij. Alles wat bier nodig heeft, want wij brouwen uiteraard niet zelf bier. Maar het is echt een heel bijzonder biertje. Nou, een stukje eikenhakhout is afgezaagd. Hier loopt hij weer opnieuw uit. Maar het is de vraag of hij het gaat redden, want die paddenstoelen nemen echt de overhand. En hij groeit. Die stam helemaal op. Ja, en het gras ook, zie je dat? Hij is er helemaal doorheen gegroeid. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder, wel heel leuk. Bij Staatsbosbeheer is het wel een beetje zat, hè? Dat mensen paddenstoelen plukken? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook wel een manier om uit te kunnen leggen waarom het niet mag. En dat het gewoon ook mooi is om ze te laten staan. En je kan er wel een educatief tintje aan geven, dus het heeft zijn voor- en tegens. Ja, oké, maar het moet wel gewoon stoppen. Het plukken moet stoppen, ja, zeer zeker. Kom maar gewoon op excursie om te genieten en te kijken. Kijken mag, aankomen niet. Als deze boswachter u betrapt, dan kan de boete oplopen tot 3800 euro. Vorig jaar heeft een collega van mij een excursie gehouden, paddenstoelen-excursie. En omdat we hier vlak bij de grens wonen, hadden we het ook in Duits
aangekondigd. En ja, dan kwamen ze inderdaad aan met hun mandje en hun mesje. En toen hadden wij zoiets, ja, maar dit is niet de bedoeling. Dus, dat is dat onder begeleiding paddenstoelen plukken. Ja, 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 precies. En dan konden wij wel vertellen welke giftig waren en welke je kon eten. Ja. Misschien wel met recepten bij of zo. Maar nee, dat is echt niet de bedoeling. Zo'n excursie is gewoon alleen maar om te genieten en te laten zien hoe mooi het is en welke soorten er allemaal zijn. En dit was 1Vandaag. Heel graag tot morgen en prettige avond nog.